Moet je goed diep inademen en goed krachtig uitblazen, mevrouw. Dat gaat wel lukken, dus ik ga je wel helpen. Moet het zelf vasthouden. Moet je goed diep inademen en blazen. Doe het maar. Van vrijdag 15 januari 6 uur 's avonds tot maandag 18 januari 6 uur 's morgens is het het allereerste weekend zonder alcohol achter het stuur. Dat is 60 uur lang alcoholcontroles over heel België in het kader van het 20-jarige bestaan van de Bob-campagne. Politiezone Gent zet zo'n 80 manschappen in, verspreid over 13 locaties. De cijfers tot deze middag kan ik zeggen dat er ongeveer een 3,5% bestuurders zijn die dus in overtreding waren, die dus alcohol of drugs hadden gebruikt achter het stuur. De cijfers zullen vergeleken worden met dus de andere korpsen, dus is dat veel, is dat weinig, dat gaan we zien. Maar normaal gezien in vergelijking met bijvoorbeeld de verkeersveilige nacht hadden wij 5,5%, dus op zich valt dat cijfer redelijk mee. Maar het Bob-weekend is dan ook bewust vooraf aangekondigd. Had u druk blazen of had u 15 minuten wachten? Hebt safe geblazen? Ja, goedie. Drinkt u nooit als u... Nee, eigenlijk nooit. Ik ben brandweerman en ik heb al te veel miserie gezien langs de weg. En nee, geen alcohol achter het stuur. Ik rij van 79, dus ik heb dat nog nooit niet moeten doen. Ah ja, maar ja, ik ben niet zoveel onderweg ook niet. Hè. Maar je had wel een glaasje wijn gedronken. Ja, ik had een glaasje wijn gedronken van de middag bij het eten. Ja. Het is dus de bedoeling dat we met deze campagne, zowel met de preventieve actie als met dus effectieve controles, toch wel de mensen willen aanzetten tot geen alcoholverbruik wanneer je een wagen wilt besturen. Nog tot morgenochtend 6 uur zijn er alcoholcontroles. U bent dus gewaarschuwd. Als papieren in orde zijn, mag je het aanbrengen.